Hi, hi. We gaan lekker bouwen. We gaan beginnen aan iets nieuws. Ik wil nu iets doen samen met de kijkers. Het heet Pulspand. En ik ga 1 kamer maken. En daar gaan we lekker heel gedetailleerd. Want vaak doe je in een kamer, dan zet je de nodige spullen neer. Dan zet je hier en daar wat details neer en is het klaar. Maar we gaan deze kamer nu iets meer gedetailleerd doen. Daarna zet ik de kamer op de galerij. En dan mogen jullie de rest van het huis eromheen doen. Die past bij die kamer natuurlijk. Dus als ik een hele chique kamer maak, dan moet je er niet vervolgens een of andere hipster industriële huis omheen bouwen. Dus echt kijken naar hoe ziet die kamer eruit en wat past daar dus heel goed bij qua huis eromheen. Nou, we gaan beginnen met een kamer en ik bedacht me om een keuken te gaan maken. Dit is wel een heel gek iets, dat ik maak nu 1 kamer en jullie maken de rest van het huis eromheen. Maar ik heb dus geen idee hoe dat hele huis eruit gaat komen te zien. Er is nou niet een raam die nou precies zo is en die hier past, hè? Nou, weet je, ik laat een raam daar wel even zitten. Misschien kunnen we daar iets neerzetten of hangen aan de binnenkant. Dus dit is de buitenkant in ieder geval. We hebben 2 ramen hier. En we hebben een opening naar binnen voor de keuken. Ik ga eerst even gewoon een standaard vloer neerleggen. Gewoon even wit en ik weet het niet. Even zal ik ook gewoon diezelfde als van buiten pakken. En dan kunnen we dat straks aanpassen naar wat voor keukendingen ik ga pakken. Want we hebben hier natuurlijk heel veel leuke dingen van pakketten die ik niet mag gebruiken. Ik mag alleen basisspeldingen gebruiken. En wat spreekt me dan aan? Ja, deze is gewoon heel goedkoop. Daar gaan we nu niet voor. Dan hebben we deze. Die vind ik heel erg industrieel, die vind ik heel erg restaurantachtig. Dan hebben we deze, die kan eigenlijk met van alles, die is modern. Deze is dan klassiek. Deze zijn industrieel. En dan hebben we deze. Ik denk dat ik anders voor deze ga, want deze kan een beetje een klassieke stijl hebben. Kan ook een beetje familieachtige stijl hebben. Dan hebben we het aanrecht. Gaan we ook die kleuren aanhouden. Oh, blauw. Dit is ook wel eens leuk. Een keer wat anders. Weet je, we gaan een keer voor blauw. Ja, wat past erbij? Ja, die koelkast van ouderschap past erbij. Maar ja, die mag ik nu niet pakken natuurlijk. Vensterbank onder het raam is een leuk idee. Zo'n plankje. Dus ik vind het jammer dat dat er niet standaard in zit. Wat zijn er opeens weinig keuzes als je weer met basisspel gaat bouwen? Ja, behalve als je alleen basisspel hebt, dan ben je het gewend. Maar als je al die leuke dingen gewend bent, dan is met alleen een basisspel bouwen moeilijk. Ja, jij vindt wit mooi? Gelukkig. Ja, kruidenrekjes is inderdaad ook een goed idee. We hebben hier nog allemaal lege muurplekjes. We hebben hier nog van alles waar we kunnen ophangen. Oh, ik wil precies dat. Oh, dit is een geinig effect. Nou, dan hebben we een beetje de basis van de keuken wel klaar. Ik zat te denken, omdat dit er best wel klassiekachtig uitziet, om het een beetje zo'n familieachtige keuken te maken. Dus om iets met een eettafel te doen. Vinden jullie dit staan? Wat is dit? Een beetje zalmrozeachtige kleur met dat. Ik weet niet. Ik weet niet of ik het zelf mooi vind. Ik neig eerder naar de witte. En dan kunnen we nog wel. Nee. Je ziet net zegt ook al nee. Nee, dan kunnen we altijd nog kleur op de muur doen natuurlijk. En kleur op de vloer. Die zijn wel leuk, maar dan zijn die stoelpoten opeens weer zwart. Dit vind ik nou jammer, dat je niet die kussens en het frame apart kunt kiezen. We gaan voor deze. Zo. Gaan we mensen dwingen om een peuterkamer te maken? Wat vinden jullie? Moeten we nog een peuterstoeltje neerzetten? Dit vind ik dan weer jammer, hè? Dan zie je hier allemaal leuk verschillende kleurtjes, licht en donker. En dan pak je wit en dan is het gewoon dit. Oké, echt IE, voeg meer behang toe in patch updates. Er zijn niet gelukkige genoeg opties. Nou, ik denk dat ik dan toch bij deze blijf. Dan wordt dit wel gewoon een feature wall. Het is niet een hele indrukwekkende print. Maar ja, deze vind ik ook zo leuk. Maar die houden op een gegeven moment. Oh. Dit vind ik wel hele leuke tegels. Oeh, die zijn ook leuk. Gaan we voor de zwart-wit of gaan we met het blauw-groene? Gaan we daarvoor? Die vind ik ook wel leuk. En het op zich, het past wel. Geeft het een klein beetje moderne of retro vibe. De lichtblauwe. Kijk, Annette zegt ook blauw-groen. Kijk, dan hebben we al 2 mensen die voor deze gaan. Ik pak deze er toch ook nog wel bij. Zo. Ik ben altijd bang dat het een te veel circus wordt. En deze heeft weer. Waarom heeft deze nou weer bruine plinten? Oh, kijk, hier witte plinten. Terwijl, het kan heel leuk zijn. Ik heb ooit een keer een huis gedownload van Live Love Sims. Daar speel ik nog steeds mee. En daar zit echt ontzettend veel kleurgebruik en kleurvariatie in. En als ik het dan zelf moet doen, dan vind ik het altijd spannend om meerdere kleuren te mengen. Dan wordt het denk ik helemaal een circus. Nee, ik ga voor die groene. We gaan het gewoon doen. En dan trekken we die hier door. Zo, dan zit de basis zit er nu in. Ze kunnen koken en ze kunnen het zitten en opeten. En ze kunnen het afwassen en weggooien. En nou gaan we dus kijken naar de details. Dus we gaan weer terug naar de koopmodus. Ik kan nu zo snel 1, 2, 3 niet bedenken wat er nog bij zou kunnen. Dus roep het even in de chat als je denkt van, oh, ik weet nog iets. Oh ja, kijk eens aan. Dankjewel. We doen gewoon de hele
Hoppatee. Ik denk, zullen we deze vensterbank... Het is niet helemaal dezelfde kleuren, maar ja, ik denk dat we dat maar voor lief moeten nemen, want heel veel meer is er niet mogelijk. Dan hebben we een vensterbank erbij. Ik heb ooit, jaren terug, ooit een keer een huis gewoond met een eetkamer in een eettafel in de keuken, waar ik eigenlijk bijna nooit aan zat. Want misschien zitten er ook wat leuke dingen tussen. Je hebt bijvoorbeeld al die schilderijtjes met eten en drinken. Oh, dat hoort bij uit eten, laat maar. Nu we toch hier zijn, laten we meteen even die eettafel vullen. Oeh, boterbabbelaar, worteltaart, klassiek vanille, muntmokka, chocoladebom. Laten we die op tafel zetten. En dan verdwijnt het. Nou, gezellig. Daar hebben we wat aan. Boek over cocktails maken. Echt iets voor mij. Je mag dingen aan deze kamer niet veranderen. Dus deze kamer is en blijft zoals die is. Met waar de ramen zitten, waar de ingang zitten. Dus je mag er alleen omheen gaan bouwen. Ja, het is alleen base game, hè. Dus dan is de collectie erg matig. Dat wordt wel een dingetje elke keer met Pulsband. Want jullie mogen gewoon alles gebruiken wat jullie willen. Want ik heb toch alle pakketten. Oh, kijk. We hebben hier ook alle elementen en de vissen. Kikker! Oh, dit vind ik wel geinig. Wat hebben we allemaal? We hebben een bladkikker. Een auberginekikker. Een hart... Kijk, een hartkikker. Past goed bij mijn... Maar hij is wel weer zo groot. Dat was niet het idee. Kan die ook kleiner? Nee, die kan niet kleiner. Kijk dan, het glas verkleint, maar de rest blijft even groot. Ja, ik dacht misschien zo'n biologie-experimentje. Dat je dan een kikker moet verzorgen of zo. Maar je kan hem niet verkleinen. Dat is weer een beetje jammer. We hebben hier wel... Kijk, we hebben hier een kokkie. Hoppatee. De lamplumbop. Onthoud hem even. Want anders als ik nu naar de lamp ga, moet ik hier weer helemaal afscrollen. Die aanzichtkaarten zijn ook leuk. Die kunnen we allemaal hier doen. Kunnen we zo'n prikbord wel ophangen. En dan kunnen we er een aantal uitkiezen. Paars kristal past helemaal bij. Gaan we naar alles wat paars is, past bij mij? Oh ja, dat is waar ook. Goed dat je het zegt, Rocky. Niet iedereen heeft die plumboplamp. Het is weer afhankelijk van of je je Sims 3 spellen geregistreerd hebt natuurlijk. Oeh. Dit vind ik nou echt zo'n schilderij waarbij je als kind zo naar kijkt van... Wat moet ik hiermee? Maar die kleuren passen wel goed bij deze muur. Oeh, een weegschaal. Die wil ik. Mijn sterrenbeeld. Leuk, nog een Kim Touch. Ik zie hier... Ja, dit is meer voor een restaurant. Kijk, fruitschaal. Hoppatee. Koffiemokrek. Heel familieachtig om dat te hebben, zeg maar. Zoveel opties en ook zoveel niet. Als je snapt wat ik bedoel. Ik ga lekker de hele keuken vol met details bouwen. Maar ja, de leukste dingen die ik wil hebben, die zitten dus in pakketten. Dat is echt niet zo leuk nu. Ja, wat gaan we met deze hoek doen? Want hier kom je binnen. Dus je kan hier niet nog echt iets neerzetten. We kunnen wel hier iets ophangen. We kunnen misschien ook daar het prikbord ophangen. Maar wat doen we dan hier? Hoppatee. Zo, de keuken. Nou, we hebben natuurlijk dit soort schoolbordachtige menu dingen. Dat is altijd leuk. Ja, dat is het probleem, Annette. Ik had ook allerlei leuke ideeën. En dan is het van pakketten. Oeh, kijk, pannen. Zo, pannen. Ja, ik stop ze ook in een kast. Maar voor een keuken vind ik het wel leuk om op te hangen. Want die kastjes, daar kan je voor de rest toch niks mee met de binnenkant. Messen, laten we die maar niet doen. Ga dan toch weer terug naar muurdecoraties. Plantjes kan ook nog, trouwens. Laten we hier dan dat ene, deze. Komt die ook nog in andere... Kijk, met blauw. Nou, dat is weer te groot. Zo, dat is soms ook jammer. Dat je net een tussenmaatje wil. Kastjes. Wacht, we gaan deze daar doen. Even zo. Die kaarten doe ik even hier. Dan kan ik ze zo terugvinden. Die mag daar. En dan doen we hier. Misschien... Oh, we hebben natuurlijk ook nog kastjes. Kijk, hier is het prikbord. Doen we het prikbord wel hier? Want hier kunnen we niet zoveel voor de rest mee qua... Waarom is dit weer zo groot? Zo, dan doen we hier die kaartjes op. Er zijn zoveel leuke... Oh ja, deze kunnen we wel gebruiken. Maar dat is weer een boekending. Kan op zich wel. Hier met wit. Oeh. Oh, kan niet terug. Die heeft weer zo'n roze streep. Vind ik ook wel schattig. Deze, die heeft ook een grijze streep. We gaan voor die. Ja, dat kan inderdaad kookboeken zijn. Of weet je wel. Ja, dit is dan. Dit zal wel iets van een van die kinderen zijn dan. En dan kunnen we er nog een leuk plantje in neerzetten. Dus dan gaan we weer terug naar decoratie. Iets kleins, iets leuks. Een roos. Ja, er staat ook al een plantje op, hè. We hadden toch nog iets met een bloemetje. Of is dat ook weer van een pakket? Ik speel te veel met alle pakketten bij elkaar. We hebben hier ook van die prijsjes, toch? Ja, kijk. Denderende muziekprijs. De vliegende lama. Oh, die is wel heel groot. Oh, yo. De Jij hebt talentprijs. Die is ook heel groot. Waarom zou dit er nou niet gewoon op kunnen? Dat vind ik dan weer... Dat is jammer dat je dit dan weer zo moet doen. Hij mag ook wel een tikkeltje kleiner. Dan lijkt het alsof een van die kinderen iets heeft gewonnen. Een of andere talentenshow of zo. Mega lama in je keuken. Misschien kunnen we de volgende keer een lama kamer maken. Oh, dit is het kleinste wat hij kan. Ik heb zelf laminaat in de keuken, maar...
Ik weet ook niet... Dit is heel donker. Ik weet ook niet of ik wat tegels wil. Want we kunnen op zich natuurlijk ook gewoon voor laminaat gaan. Eventueel met een randje hier zo langs de muur. Zal ik even bij het laminaat gaan kijken. Ik vind die eerste tegels altijd wel mooi en overal bij passen. Ja, die witte. Ja, dit past overal bij. Maar dan kunnen we misschien... Zo, zo'n tegelrandje. En dan blauw. Nee. Dit ziet er ook heel tof uit. Die is wel heel, heel leuk. Maar dan zou ik het meer boerderijachtig of zo maken. Dit is wel heel erg cliché, hè? Wat vinden we ervan? Jammer dat er niet ook een vloertegel is die hier heel mooi bij past. Vinden we dit te druk? Of zeggen we, het is goed zo? Ja, ik heb gewoon laminaat in mijn keuken. Maar dan is het mooi afgekit. Zodat als er lekkage... Of als je aan het afwassen bent en je knoeit. Dat het niet doorloopt, zeg maar. Ik denk dat ik het zo doe. Kijken voor wat kleine dingetjes. We kunnen dan wel wat plantjes neerzetten op de vensterbank. Al zijn sommige heel groot. Deze kan. Die is ook al zo groot. Zo. Plantje. Ezinet, deze is voor jou. Dat moet jij in jouw huizen zetten om het een Ezinet touch te geven. Hij is wel lelijk. Oh, kijk hier. Leuk voor de kinderen. Hup, een appel en een peer. Hier nog wat boeken erbij. Lijkt me handig als je dat wel kan. Handdoek. En die heeft weer een andere kleur. Theedoek. Zo. Cadeau van het Simpsoniaanse gemeenschap. Zeepje erbij. Oh ja, zeepje erbij. Die moet dan weer hier. Moet ik dat ding weer verplaatsen. Dan doen we een gele. Zeepje erbij. Heel veel steentjes weer. Krijgen die kikkers weer. En kijk, iets wat de kinderen geknutseld hebben. Ook leuk. Hoppatee. Als je de kinderen in het huis stoppen. Of het huis inrichten voor... Families met kinderen. Nou, op zich staat die vensterbank wel lekker vol zo. Ik denk dat dit het nu wel zo'n beetje is. Of missen jullie nog iets? Ik vind het wel een goed gevulde keuken. Oh, wacht. Hier hebben we nog plek. En ik heb wel een idee. Die kan wel hierboven. Zo. Ik denk dat het wel klaar is zo. Een smart speaker zou op zich wel kunnen. Oh, die past op het plankje. Nou, kijk. Dan doen we die er nog even bij. Zo. Kan je zeggen... Lindsay, lees het recept op van. Dit is altijd leuk boven een eettafel. Zo. En wat doen we dan aan deze kant? Zoiets dan maar... Ik vind wel dat het ei wat meer genderneutraal mag. Oké. Nou, welk ei wil je? Zo. Kijk, is je net blij. Zou dat dan genoeg licht zijn als ik deze weghaal? Ziet er goed uit. Ik denk dat de keuken zo wel klaar is. Ik zal deze heel snel op de galerij zetten. Pulsband 2004. Het is een keuken. Er is geen budgetregels. Er is geen formaatregel. Want ik wil eigenlijk dat jullie gewoon lekker met je creativiteit bezig kan. Dus maak gewoon een huis die er omheen past. Dus kijk naar die keuken. Wat voor soort type sim of familie vind jij dat erin past? Kijk, ik zie een familiekeuken, maar wat zie jij erin? En bouw daar een huis omheen in die stijl. Ik had de keuken gedaan en er zijn 6 inzendingen gekomen. Deze 6. Is er een feestje te vieren vandaag? Nou, ik heb een beloning verkleedpartijtje. Die is 3 keer gekocht. Dus ik moet de bril dragen. Ik moet deze hoofdband dragen. En ik moet deze dragen. Want dat is de beloning die gekocht zijn. We beginnen met Violetje dan. Pulsband 2014. Dus het is een verrassing wat voor stijl, wat voor indruk. Violetje, even kijken. Dat was Mieke. Ja, Mieke. Van dit huis had. Dus we gaan hem downloaden. Gemeubileerd. Hij kost 128.000 simoleons. Maar dit is het huis. Pulsband 2014. Het ziet er al heel leuk uit. Ik zie hier al aan de buitenkant. Ik vind dit dak ook heel goed. Ja, schuin plat dak. Dat is een hele rare zin. Een schuin plat dak, maar geen tegels of dat soort dingen. Dakpannen. Ik zie hier een hele leuke veranda aan de voorkant. Dan hebben we al een vet schattig zwembadje. Wat heel leuk hier afgewerkt is met die stenen en die bloemetjes. Hierachter hebben we ook nog een veranda daarachter. Dat is echt leuk gedaan. En dan houdt het hier op. Maar aan de andere kant hebben we ook nog een stuk tuin. Oh kijk, hier hebben we nog een stukje waar je kunt zitten. En er zijn hier ook nog wat bloemetjes. Nou, dat is de buitenkant. Staat hier nog een hele mooie grote boom. En we gaan door de voordeur. We gaan naar binnen. En dan komen we in een klein gangetje. We hebben hier een kapstok, een schoenenrek. We hebben een spiegel. En een vloermat. Dan gaan we verder. Komen we de woonkamer in, gok ik zo. Kijk eens aan. Ja, oh leuk, dat roze ook. Gordijnen. Nou, we hebben hier... Oh kijk, de spulletjes van klein wonen. De bank. Of is dat misschien... Nee, klein wonen is dit, hè? En dan een tafeltje. Oh, die haard in de televisie. Is Fable Guy aanwezig? Ezinet, maak even een screenshot, joh. Dit moet Fable Guy zien. Een tv-meubel.
Maar heel leuk gedaan, die tv zo erin gebouwd. Dan hebben we... Oh kijk, hier is onze keuken. Als we naar links gaan, is hier de keuken. Nou, die hoeven we natuurlijk niet te zien, want die kennen we al. Dan hebben we aan deze kant... Nou, daar hebben we de dik. Die hebben we net buiten gezien. En dan zag ik hier nog een kamer. Oh, kijk eens aan. Wat leuk. Voor de thuiswerkende Sims onder ons. Kijk, we hebben hier een bureau met twee computers. Een leuk hoekje zo neergezet. Met de smart speaker, altijd handig. Staat er hier nog een plant... Oh ja, kijk, de kast. Ik vind dit echt een heel leuk hoekje. En ook gedurfd met die kleuren. Ik vind het heel leuk staan. Terwijl zelf zou ik het niet durven, hè? Roze en oranje bij elkaar. Oeh, er staat hier nog een bar in de hoek. Dat is leuk. Oh jeetje. Even een vraagje. Even kijken hoor. Die muur is helemaal niet roze. Het is de bril. Ik dacht, oh wat gedurfd. Roze muur met oranje stoelen. En het stond zo leuk. Maar het komt dus door mijn bril. Het is gewoon een beetje een bruin-grijzige muur. Wat grappig dit. Dit wordt een uitdaging om dit goed te zien. Oké, nou dan hebben we hier dit stuk beneden gehad. Ik zie daarachter zien we nog een schildersezel. Oh kijk, en een gitaar staat er. En we hebben een loopband met een televisie erbij. Briljant. Hier nog een stereo met decoraties om je huis te versieren. Dan hebben we hier een kamer. Dus we gaan gewoon door de muur heen. De badkamer. Oh, kijk eens aan. De tegels die we ook in de keuken hebben zijn hier neergezet. Dat vind ik echt heel goed passen. Een wasmachine. Nou, we hebben hier die ouderschapdouche. Ja, badkamers zijn een beetje lastig om mooi te laten zien. Want het zijn natuurlijk van die kleine ruimtes. Een spiegeltje. Oh, ook leuk met dat plankje met dingetjes erop gezet. Dit vind ik een leuk idee. Dit heb ik echt nog nooit bedacht. Om een plankje op te hangen. Ja, ik kan wel tussendoor anders even een paar keer zo doen. Maar de kleuren zijn... Het wordt gewoon ietsjes rozer gemaakt dan dat het is. Dus ik dacht dat die ene muur roze was. Nou, dan hebben we beneden gehad. Gaan we even achteruit. Want we gaan de trap op. Dan moet ik de E hebben. Oh, kijk, dan krijgen we een leuk hoekje met kastjes. Dit is ook leuk gedaan. En hier een kast, een hoge kast en hier een hoge kast. Dit is geinig. Daar heb ik ook niet over nagedacht om zoiets te bouwen. We hebben hier een schilderijtje. En hebben daar een deur. En we hebben daar een deur. Lege fotolijstjes. Dus als jullie het huis downloaden, dan moeten dus nog wat foto's worden opgehangen. Nou, dan gaan we hier naar binnen. Oh, een mooi paarse slaapkamer. Oh. Oh, kijk dan, jongens. Die lampenmuur. Mieke, jij bent echt vet creatief. Je bedenkt allemaal leuke dingen om het echt huiselijk te maken. Ik vind het heel goed passen. Heel leuk gedaan, dit. Ik doe het even... Oh, het is niet paars. Dit wordt nog een uitdaging, joh. Het is paars. En als ik het zo opdoe, is het meer roze paars. Ik weet niet of ik iets heb wat daarop lijkt. Ik zie nu zo 1, 2, 3 niet iets liggen, zeg maar. Wat gek. Maar jongens, kijk die lampenmuur. Dat is heel leuk bedacht. We hebben nog een kledingkast. En wat zit daar dan? Oh, een spiegel. Een spiegeltje. Dan gaan we naar de andere kamer. We gaan gewoon even dwars door de muur heen. En dan hebben we hier ook een neutrale kamer. Even kijken. Dit lijkt mij dan... Oh, kijk eens aan. Ik denk dat die andere misschien meer een logeerkamer was of zo, Mieke. Wat is het verhaal van deze twee slaapkamers? Wat voor familie zie je hierin wonen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vind dit heel cool gedaan. Want je kan die decoratie, kapstok en die schoenen dingen toch niet gebruiken. Maar om dit zo achter een raam te zetten die toch niet open kan, maar waar het op lijkt. Het lijkt wel alsof het open kan. Dit is... Jongens, hier kunnen we echt van leren. Het is een huis voor twee vriendinnen. Dat is echt leuk gedaan. Nou, dit is dus het eerste huis gemaakt door Mieke. Ik vind hem echt heel goed gelukt. Mieke's origin ID is violetje 1981. Dus als je het huis wil kijken, kan je natuurlijk altijd Pulspan 2014 doen. Maar als je denkt, hey, wat ik hier zie, ziet er heel leuk uit. Ik wil weten wat ze nog meer gebouwd heeft. Check dan zeker haar origin ID. Pulspan Asianet. This is my entry for the Pulspan Challenge from Kim Pulse. Dus dit is mijn inzending voor de Pulspan Challenge van mij. The kitchen was made by her. And the challenge was to build the rest of the house. Dus de keuken is door mij gemaakt. En de uitdaging was om het rest van het huis eromheen te bouwen. It gave me a family vibe, so I made it a pretty big house for a couple with one girl, kid and one cat. Dus Asianet heeft het huis gebouwd voor een familie met een kind, een meisje en een kat. Want het huis gaf haar dus echt een familiesfeertje. Kavelplaatsen. Hij is trouwens 104k simoleons. Kijk, daar is het huis. Waar is de voordeur?
Even zoeken. Kijk, hier is de voordeur aan de zijkant. Dus dit is de vooraanzicht van het huis. Dat ziet er al heel leuk uit. We hebben een fonteintje. Nou, dat is allemaal groen. Ik vind dit ook een leuk idee. Zo om die deur heen. Dat is geinig. Plantjes erbij. We hebben hier een klein vogelhuisje en een boom. Dan gaan we er even omheen. Kijken wat er nog meer is. Nou, we hebben een soort van opritachtige structuur hier. Met de afvalbak altijd handig. Fietsen hier. Nou, dan hebben we een schommel. Want ja, er woont natuurlijk een meisje. Dit is ook leuk om die twee dingen door elkaar te zetten. Je maakt gewoon je eigen speelrekken hier. Ik denk dat dat al mijn favoriete onderdeel is. Dit is zo leuk gedaan. Een soort van mini gazebo-achtig ding. Was ophangen en heb je wel een sproeier ernaast gezet. Ik hoop niet dat je je huis gaat, tuin gaat sproeien terwijl je was er hangt. Nou, we hebben dat nieuwe bubbelbad wat we toen laatst hebben gekregen. De waterglijbaan van achtertuinaccessoires. Het is echt een hele gezellige sfeer hier. Nou, dit is nog de andere zijkant van het huis. Dan gaan we weer naar de voordeur. We komen binnen. Oh, kijk, dan hebben we al meteen een hoektrap. Dat is ook leuk. En hier hebben we de kapstok met de prullenbakbak. Oh ja, die had je 3 seconden gevonden of zo. Dit is heel grappig, want Ezenet streamt dus zelf ook. Zij heeft dus gestreamd terwijl ze dit huis aan het bouwen was. Maar dan zie je het natuurlijk vanuit de bouwmodus. En nu zitten we er echt in, vanuit de leefmodus. Dus dat is geinig om dan nu te kijken hoe het ook alweer zat. We hebben hier een kamertje. Gaan we even naar binnen. Dit is de wc. Kijk, hier de wc met een kalender. Ze hebben een kat en dan hangen ze een kalender op van een hond. Oh, noemde ik het weer een prullenbakbak? Paraplubak. Ja, ik heb geen paraplubak thuis. Mijn hangt gewoon aan de kapstoel. Oh, kak. Move-up checks. Nee, die heb ik niet aan. Als er iets verdwenen is, moet je maar even zeggen. Want dan... Oh, er zijn spullen weg. Oké. Gaan we even opnieuw downloaden. Ja, ik ben altijd zo'n kneus die dan halverwege gebouwd denkt... Oh ja, mijn move-up checks code moet nog aan. Oké, gaan we weer door de voordeur. Oké, terug de wc in. Want hier waren nog schilderijtjes of was het in de wc? Wc zeker. Ja, de wasbak staat er. Yay, hij klopt nu. Nou, we hebben hier de wasbak met een handdoekje. Prima badkamertje. Maar ik vind het wel grappig dat er dus een hondenkalender hangt voor een huis waar ze met een kat erin wonen. Even kijken, wat is handig? Want ik zie daar een deur. Oh, kijk, hier is de keuken. Nou, die hebben we natuurlijk al gezien, dus die hoeven we niet te laten zien. We zien hier de familiekalender van ouderschap. We hebben hier het... Oh, dit is ook geinig. Dat logo van Wellnessdag, om dat erachter te hangen. Dan hebben we hier een kamer. Gaan we hier even kijken. Wat zit er achter deze deur? Lijkt wel een soort spelletje. Dan hebben we hier... Oh, kijk, ook een studeerkamer. Met wat dingetjes aan de muur. Ik zie ook dat je in debug bent geweest. We hebben hier een gitaar. We hebben hier... Even kijken. Een nieuwe volger. Hey, banaan. Wat een leuke naam. Dankjewel voor het volgen en welkom bij de stream. We zijn huisjes aan het kijken die gemaakt zijn door kijkers in de chat. We hebben hier die kast. En, dit vind ik ook leuk, je hebt de vensterbanken die ik in de keuken had gebouwd, heb je er ook in verwerkt. Dus dat is heel leuk om dat je dat hebt gedaan. Gaan we terug naar de gang. En dan gaan we deze kant op. Kijk eens aan, wat een ruime woonkamer. En wat een frisse kleur ook. Ja. Kijken of hij echt zo fris is als dat ik... Maar het is inderdaad roze. Ik zie het goed. Jullie moeten juist blij zijn. Want deze bril... Ik zie nu letterlijk alles door een roze bril. Het ziet er allemaal zo kleurrijk uit. Maar we hebben hier een hele leuke zithoek. En ik vind het... Het heeft een heel leuk sfeertje zo. Je ziet de vensterbanken waar spulletjes op staan. Je hebt hier een tafel met een lampje. Daarachter zie je ook een tafel met kaarsjes en zo. Nou, kussentjes op de banken. Het is echt zo'n familiesfeertje inderdaad hier, dit huis. Dan hebben we hier de krabpaal voor de kat. Ook weer met vensterbanken. Oh, kijk, hier ook een hoekje waar dan de kat kan eten en schijten. En dan... Oh, kijk. Ja, het kind moet zich ook kunnen vermaken. Er is een hele speelhoek hier gebouwd voor het kind. Poppenhuis, we hebben een hele grote kattenknuffel. We hebben echt een hele box met speelgoed. Het doktersetje zie ik hier op de grond liggen. Het knutseltafeltje. Heel leuk. En dan hebben we hier nog een hoekje met een kastje met spulletjes erop. Dit is ook... Het lijkt gewoon levendig. Want er liggen hier gewoon stapel tijdschriftjes en wat versieringen en dan een spiegel. Het leeft echt in dat huis. Ja, dat kind. En ik werk in de kinderopvang. Hè. Gaan we naar boven. Oh, kijk. Hier hangt ook wat. Gaan we naar boven. Naar boven. Ik voel me net een simmetje zo nu. Ik moet hier nog wel in oefenen hoor. Waarschijnlijk zal ik in de toekomst met nieuwe livestreams er veel handiger in worden. En we hebben een nieuwe volger. Danela Sims, welkom. Mooi hoekje, verstopt. De decoraties om je huis mee te versieren. Dat is wel leuk dat je zo'n dood hoekje hebt waarvan je denkt, wat moet ik daarmee? Kan je de doosjes daar neerzetten? Oké, we hebben 3 deuren. We gaan gewoon wel eerst door deze, want hier staan we dichtbij. Oeh, een kinderkamer. Ja. Het is echt zo roze. We hebben hier... Oh, kijk dan, wat schattig. Mooi roze sterretje. We hebben confetti behang. We hebben het roze bed. En dan een speelgoedkist.
Ook weer vensterbanken met speelgoed erop. Oh, het kind heeft wel een leuk uitzicht zo met dat vogelhuisje daarbuiten. En vlindertjes aan de muur. Ja, leuke kinderkamer is dit. En dan een eenhoorn. Daar had je mijn zusje als kind echt heel blij mee gemaakt. Dan hebben we hier nog een kamer. En dit is de badkamer. Ik zie wel een eenheid. Ik vind het ook wel leuk om te zien dat jij net als ik, als je dan gaat bouwen met keukens en badkamer, dat je daarop let, dat het op elkaar lijkt. Want ik zie dezelfde tegels als beneden ook. Nou, we hebben een douche en een bad zelfs. Nou, wc met een medicijnkastje. We hebben hier de wasbak, wasmand. Zelfs dezelfde kleur handdoek heb je ook hierboven. En dan gaan we naar de volgende kamer. En dit is de hoofdslaapkamer, neem ik. Ja, kijk, hier is het bed. Oh, kijk, die decoratie. Mooie lamp. Hoofdslaapkamer met een heel mooie schilderij. Dat past ook echt, die kleuren erbij. Leuk kastje met kaarsjes en een boekje. Ventilator. Ik vind dit ook zo geinig gedaan. Dus, oh, er liggen ook echt spulletjes op en in. Wat is dit? Wat moet dat voorstellen? Het lijkt wel een boor of een oorthermometer. Oh, een haardroger. Oké. Okay. Ja, dat zou ik het niet geven. Nou, dan hebben we hier make-up. Hier lag ook nog iets. Oh ja, parfum ligt daar. En dan hebben we hier achter een muurtje verstopt. Dat is ook heel geinig. Ook die kast. En een spiegel. En als je dan aan het aankleden bent, dan heb je dit uitzicht. En dat heeft dit huis ook nog eens. Want buiten hebben we natuurlijk net al gezien, maar ik had dit stuk niet laten zien. Je hebt dus bij het dak nog een soort van mini-balkonachtige dakterras. Met twee lounge-stoelen en wat plantjes. Dus dit is het huis van Acinet. Ja, erg leuk gedaan. Ik vind het een heel leuk huis. Ben ik het washok vergeten? Oh, sorry. Waar is het washok? Daar is het washok. Heb ik gewoon een deur overgeslagen. Gaan we weer terug de tapmodus in? Oh, er was hier nog een badkamer. Dat was waar ook, hè? Kijk. Oh, kijk. We hebben een was... hoe heet het? Strijkplank. Wat is met mijn taalgebruik aan de hand van de wasmachine en droger? En dan kom je van die kamer, ga je dan nog de andere badkamer in. De ouders hebben gewoon een eigen badkamer met zo'n mooie hoekbak, band, bad. Jongens. Oké, ik ga me heel vaak verspreken vandaag, heb ik zo'n vermoeden. We hebben een wasbak, spiegel. Hier vind ik ook weer leuk. Ook weer eenheid. Zelfde spiegel, zelfde wasbak. Wel andere kleur theedoekje hier of handdoekje hier. Maar dat past ook wel bij de kleuren van deze kamer. We gaan even in bad zitten, jongens. Kijk dan, als je in bad zit, heb je gewoon dit uitzicht. Als je dus dit huis ook leuk vond, nou, die kan je natuurlijk op de galerij vinden met hashtag pulsband. Maar als je denkt, hé, de bouwstijl van Acinet, dat ziet er interessant uit. Ik wil meer weten. Dit is haar origin ID. Pulsband huis. Oh, kijk, je hebt al een reactie gekregen. Beautiful. Het is een huis voor een gezin. Het huis heeft 3 slaapkamers, waaronder een logeerkamer, een kantoor die je eveneens kan gebruiken als slaapkamer. Verder biedt de tuin veel zitplaats en een plek om te koken en gewoon gezellig samen te zijn. Nou, dat is al een leuke beschrijving. Het huis is 170k waard. Welke grootte heeft deze kavel? Ik heb gekeken wat het grootste huis was. En de grootste inzending was 40 bij 30. Zo te zien is dat de jouwe. Dus ik heb de kavel van 40 bij 30 ook gepakt. Zodat alle huizen erop pasten. Dit heeft alweer een hele andere stijl. Ik vind dit een wat rijkere indruk hebben. Een wat klassiekere indruk hebben met die deur. Heel leuk ook. Die 2 auto's voor de deur. Dan hebben we hier een tuin. Oh kijk, ik zie een baas. Oh, tuurlijk. Tuurlijk. Annette zit op basketbal. Maar dit vind ik heel leuk, Annette. Dit zou eigenlijk iets moeten zijn wat je dan in al je huizen verwerkt. Of gewoon een bal dat je die ergens op een plankje neerzet of zo. Dat het jouw signature move is. Jouw handtekening van dit is door mij gebouwd. Want ja, Annette zit zelf op basketbal. Dus dat vind ik wel heel grappig dat je een basketbalveldje erin hebt gestopt. Oh, ik ben jaloers op jouw tuinskills. Moet je zien, al die leuke plantjes bij elkaar. Echt heel knap gedaan. Kan jij niet die tuin afmaken? Nee, dat moet ik zelf doen. Ik moet nog even een uitlegvideo gaan kijken over leuke tuinen maken. Want ik heb natuurlijk dat 100 tegelhuis wat nog niet af is. Hier hebben we ook een leuk plekje met zo'n, hoe heet dat? Een gazebo-achtig effect. Waar je kan zitten met een klein waterbakje ding voor vogeltjes. Een zandbakje erbij met een peuterglijbaantje. Dan hebben we hier ook nog, kijk, hier kan je ook nog zitten met zo'n haard. Kastje, tafel, ding. Daar zit nog een leuke verrassing. Waar zit een leuke verrassing? Avondmodus. Waar is de verrassing? Ik weet niet wat je bedoelt als de verrassing. Vertel, Annette. De lampjes. Zijn de lampjes de verrassing? Wel leuk dat die bloemetjes verlicht worden. We hebben hier een schuurtje. Dus we gaan even in de tap.
Laten we eerst even het schuurtje bekijken. We komen het schuurtje binnen. Dit is wel echt heel leuk. Heel typisch Nederlands. Inderdaad, wat Ace net al zegt. Leuk idee. Nou, we hebben hier een hark. We hebben hier kratten. Dingen om plantjes te verzorgen. Ik zie fietsen staan. Oh, kijk. Ook zo'n rekje en zo. Schilderspullen. Ja, dit is leuk gedaan. Schuurtje erbij. En dan gaan we de voordeur opzoeken. Die is natuurlijk aan het begin van het huis. Ik vind die deur zo mooi, hè? Dus die Strangerville deur, toch? Een bloemenkrans erboven. En we gaan naar binnen. Kijk, we zien al meteen een leuk hoekje waar je je jas kunt ophangen. Een familiekalender erbij. Schoenenrek. Oh, daarachter zie ik ook nog wat spulletjes staan. Ja, zie je? Het heeft echt een wat meer klassiekere stijl. Met dat beeld ook. Kijk, daar is mijn keuken. Dus die kant hoeven we niet meer te zien. Wat gebeurt hierachter? Oh jee, ik weet niet wel. We hebben daar een deur. En we hebben daar twee deuren. Wat is handig, Annette? Waar moet ik als eerste doorheen? Deur tegenover de keuken. Ja, dat is deze dus. Die gaan we als eerste. Oh, kijk. Ook nog een thermometer. Dus je kan hier lekker warm wonen. Of lekker koel in een hittegolf. Oh, je hebt de tafel zelfs gedekt. Heel leuk. Je wil toch hier, je wil hier toch gewoon meteen gaan zitten ook? Oh, kijk, ook voor de peuter. Wat schattig. En vensterbanken met bakken eronder. Dat is ook leuk gedaan. En een schilderijtje met aardappeltjes. Oh, kijk. We hebben hier ook een split-level huis. Ook met vensterbanken. Zijn ze nou echt blauw of slaat die nou? Horen die vensterbanken blauw te zijn, die aan de buitenkant? Ik weet niet of het het licht is hoor, van het spel. Dat wil ook nog wel. Vooral met split levels, dan wil het licht nog wel eens gek zijn. Wat zit je bril leuk, dankjewel. Oh, ik vind het ook leuk dat je dit ding hebt erbij gezet van Jungle Avontuur. Er moet alleen nog een steen in. Dus dat is wel leuk voor kijkers. Een kleine uitdaging dat ze die zelf moeten zoeken. Nou, dan hebben we hier een kleine verhoging. Ik had echt een klassieke vibe al aan de buitenkant. Dus dat vind ik heel goed dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Dat de buitenkant en de binnenkant ook zo goed matchen. Pianootje erbij. We hebben hier nog speelgoed voor het kind. En kijk, zo'n oude klassieke cd, zo'n stereo. En blokjes. Oh, wat liggen die gek uit elkaar. Ik heb hem nooit zo uit elkaar gezien. Nou, dan gaan we door die deur terug naar de gang. En dan was er nog ergens een deur. Even kijken waar we uitkomen. Want daar was natuurlijk de... Oh ja, hier is toch een deur. Zal dit dan de wc zijn zeker, beneden? Ja, de wc. Kijk, met die mooie tegels van het vampierenpack. We hebben hier een wc, wasbak. Helemaal prima. En dan gaan we weer terug. En dan gaan we naar boven. Want beneden hebben we volgens mij alles nu gehad, hè? Oh, zijn ze van de debug, die blokjes. Oké. Nou, gaan we naar boven. Lijkt net of je trap loopt zo. Ik vind dit iets te leuk, denk ik. Zo. Kijk, we hebben hier... 2 deuren, 3 deuren, 4 deuren. Oh jee, je hebt echt een groot huis gebouwd. 5 deuren, 6 deuren, 7, 8 deuren, 8 deuren. Eerste deur. Wat vinden we achter de eerste deur? Oh kijk, een kantoortje. Ook weer klassieke stijl inderdaad. Jij had echt met die keuken dat je dacht, ik ga de klassieke kant op die de keuken biedt. Dat neem ik mee in het huis. Bureau met een computer. Ja, dit ziet er wel heel leuk uit. Gaan we naar de tweede deur. Hier hebben we het washok. Oh ja, er moet wel nog even gewassen worden. En een bezem. Wasmiddel. Hangt er hier nog iets? Nee, oké. Gaan we door naar de volgende kamer. Deze deur. Dan hebben we hier weer een wc. Oh ja, je hebt natuurlijk voor een groot huis gebouwd. Voor een groot gezin. Dus dan is het wel handig dat je nog een aparte wc hebt. En dan hebben we hier een deur. Wat vinden we hier? Kijk, een slaapkamer. Voor wie is deze slaapkamer? Is dit... Oh, dit wil ik hebben in het echt. Dit bestaat wel bij die IKEA. Je hebt van die dingen op wieltjes voor over je bed. Dat zou ik echt willen. Maar dit is een hele mooie kamer. Is dit voor een tiener? Want dit geeft me echt de tiener vibes. Met die tablet en de tv en de koptelefoon. Tijdschrift zie ik liggen. Nou, we hebben een kast. Oh, dit vind ik ook leuk. Je eigen make-up hoekje gebouwd met die spiegel. Knap hoor. Oh, dit is de master. Dan gaan we hierheen. Volgende deur. Dit is een lekkere ruime badkamer. Kijk, hier liggen ook allemaal weer spulletjes. Dat het echt leeft. Er ligt ook gewoon een thermometer. In ieder geval, ik neem aan dat het een thermometer is. Of geen zwangerschapstest, toch? Die ligt ook gewoon hier. Heel grappig gedaan. Debug heeft echt leuke spulletjes om je huis... Ja, thermometer. Heeft echt leuke spulletjes om je huis veel realistischer te maken. Dan gaan we door die deur... Oh jee, dat is een lekkere ruime peuterkamer. We hebben hier ook weer kastjes. Leuk gekleurd vloerkleed met speelgoed erop. Kindertablet. Plekje waar je boekje kunt lezen. Het bed. Hier hebben we ook weer dat speelgoedhuis. Potje. Oh, die beer bij die boom. Dat is ook leuk gedaan. Even kijken. En dan gaan we door die deur. We moeten niet verdwaald raken. We hebben zoveel kamers. Ah, nog een kamer. Ik zie hier een kast. En dan een lamp. Een klok. Daar is de lamp. Is dit een logeerkamer? Deze heeft echt wel zo'n neutrale vibe. Ik denk wel dat dit een logeerkamer is.
Gaan we naar de volgende. Zo. Ah, kijk, nog een badkamer. Met die studentenleven douche. Gewoon een wat simpelere kleine badkamer. Spiegel met een kastje. Ja. Ja, dat was de logeerkamer. Oké. Heb ik nu alle deuren gehad? Ja, ik heb nu alle deuren gehad. Nou, dit was het huis van Annette. Mis ik er nog één? Oh jee, ik moet echt gewoon ook even zo kijken. Ik heb alles gezien. We zijn hier begonnen. Zijn we zo gegaan? 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 Ik heb ze allemaal gezien. Beneden heb ik ook alles gezien. Ja, beneden heb ik ook alles gezien. We hebben alles gezien. Origin ID van Annette is... Annette 1992. Voor de kijkers die dit trouwens nu niet live op Twitch meekijken, maar nu de video terugkijken op YouTube. Alle huizen die we nu zien zijn natuurlijk te vinden met hashtag Pulspan 2004. Huizen rivierzijde van Eenhoorn 1111. Pulspan 2004. Pulspan, je hebt geen beschrijving. Kan je even vertellen in de chat? Wat was jouw indruk voor de keuken? Voor wat voor idee heb je het gebouwd? Hier hebben we het huis. Hier buiten hebben we heel veel bomen staan. We hebben hier bosjes. Gewoon lekker simpel een huis in de natuur. Dit is de buitenkant dus van het huis. Gewoon wat boompjes eromheen. Ik ben al heel benieuwd naar die serre. Dat vind ik heel leuk. Gaan we klaarstaan bij de voordeur? Charlotte heeft maar wat gewoon gedaan. Gaan we klaarstaan bij de voordeur? Je had niet een bepaald idee in je hoofd van oh, ik maak het voor een familie of ik maak het voor een single sim. Of zoals Mieke bijvoorbeeld voor twee vriendinnen. Oh, ik zie al mijn keuken. Daar is mijn keuken. Nou, die hebben we natuurlijk al gezien. Dan hebben we een gang met 1, 2 deuren. We hebben daar de opening, maar die serre wil ik voor het laatst bewaren. We hebben een trap naar boven. Oh, kijk, we hebben hier een hoekje waar je wat spulletjes kwijt kan. Dus dan pakken we eerst wel deze deur hier op de hoek. Wat gaan we hierachter vinden? Kijk, we komen... Oh, kijk, ook een kantoortje. Wat zijn jullie allemaal goed bezig. Allemaal kantoortje achtergelaten voor je sim. Ook weer een leuk bureautje met een decoratie erbij. We hebben een plantje erbij. Nog een plantje erbij. En dan gaan we naar de volgende kamer. Oh kijk, hier hebben we een badkamer beneden. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Want ik zag een trap naar boven. Dus ik ben dan heel benieuwd wat er dan boven nog zit. Maar een dubbele wasbak. Dus dat is lekker luxe. Groot spiegel. Ik vind dit ook zo leuk. Die decoratie wandscheiding. Om die dan bij die douche daar zo neer te zetten. Zit dat sleutelgat altijd al in de voordeur? Waar is de voordeur? Niet aan deze kant. Even draaien. Ja, blijkbaar. Maar dit is ook echt een voordeurdeur. Dus ik vind het wel passen dat ze dat doen. Ik vind het alleen gek. Je hebt bij Strangerville van die vet mooie deuren erbij gekomen. En hebben ze een brievenbus erin gedaan. Terwijl ik denk, maar we hebben brievenbusstandaarden. Zoals ze in Amerika hebben. Ze doen geen brievenbus in een brievenbusgleuf in de voordeur. Dus ik snap niet waarom ze dat erin gemaakt hebben. Een mooie bad van jaargetijden. Ja, leuk hoekje zo met die planken en die handdoek erboven. Dit ziet er ook echt realistisch uit. Dat je meerdere planken hebt en meerdere handdoeken. En je ziet bijvoorbeeld dat hier is een handdoek al weggepakt. Oh, kijk, hier nog meer spulletjes. En dan gaan we naar... Oh, dat is geen deur. Ik dacht dat daar ook nog een deur zat. Maar dat is gewoon een kast die je er mooi in verwerkt hebt. Dat is ook geinig gedaan. Gaan we nu naar de serre. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat is ook een split-level huis, zo te zien. Waar is dat kastje van? Is die van studentenleven of zo? Ik herken hem niet. Het zou best kunnen, want ik heb die spullen niet goed bekeken. Ja, hij is hier lekker in de zon. Oh. En dan hebben we hier een hele mooie zithoek. Ik zie dat blauw van de keuken zie ik weer terugkomen. Dus dat is heel knap gedaan. Oh, je kan hier ook de tuin in. Mooi met kleed, twee banken, stoel en een poefje. Daarachter de voerbak nog mooi in het hoekje weggewerkt. Dit lijkt me echt een hele chille plek. Weet je, zo'n lekkere herfstdag. Dat het een beetje regent of zo. En dan daar met een kleedje gaan zitten. Dat lijkt me chill. Met hittegolf zou ik hier niet gevonden willen. Worden dat dan weer niet. Gaan we naar binnen. Want we hebben ook nog een bovenverdieping. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ook een lekkere leesplek, ja. Zo, dan komen we boven. Nou, dan kan je hier nog uit het raam kijken. En we hebben een glazen wand. Hebben we hier nog meer deuren? Ik moet nog een stukje hoger, zo. Nou, 1, 2, 3 deuren. En dan heb je nog een plekje hier... Waar je eventueel zelf nog iets kan neerzetten. Dat zou ik wel aanraden. Want nu staat hier niks en het maakt het halletje wel heel kaal. En je kan hier bijvoorbeeld nog wel een ladekastje neerzetten. Of een boekenkastje neerzetten. Of desnoods alleen een stoel met een tafeltje. Dat er toch nog iets staat. Nou, gaan we door de eerste deur. Wat vinden we hier? We vinden hier nog een badkamer. Oh, deze heeft een bad. Die beneden had een bad en een douche. Deze heeft een bad. Ik vind het wel leuk dat die scheidingswand hier ook weer in terugkomt. Dus je ziet echt eenheid in het huis hier weer terugkomen. En tot nu toe ziet Ace net ook bij de ramen die ik dus in de keuken heb gebruikt... ziet ze ook bij iedereen weer terugkomen. We zien dezelfde wasbak weer. Ook dat luxe flex, dat heb ik ook al bij veel mensen teruggezien. We hebben de wc... Nou, dat was de eerste kamer. Dan gaan we naar die deur. Oeh, oh wat leuk. Kijk dan. Dit is zo typisch Amerikaans. Zo'n bankje in je slaapkamer hebben. Lekker bij dat raam ook. Muziekje erbij. Oh, en dan hier gaan zitten, hè. En dan gewoon lekker zo'n boekje lezen met dat uitzicht. Dan heb je hier je bed met een inbouwkast. Het is alleen wel donker hier. Er moet nog even een lamp worden opgehangen. Maar voor de rest is hij helemaal top. En dan gaan we naar de volgende
deur. De laatste deur, als ik het goed had. Dat is die. Oh, kijk, een kinderkamer. Of nou ja, het kan een kinderkamer zijn. Hoeft niet. We moeten hier ook. Je moet even lampjes ophangen, Charlotte. Het is hier zo donker, er hangt geen lamp. Maar we hebben hier de eenhoorn. Een mooi bed met zo'n. Met van die gordijntjes erbij. Leuk bureautje om aan te zitten. Er hangt hier ook geen raam, trouwens. Beetje sneu voor het kind. Even kijken, wel daar het bureau. Dan hebben we hier nog een kastje met plantje, klok, kledingkastje en een spiegeltje. Ja, het ziet er ook leuk uit. Maar tip wel dan nog om hier nog een raam op te hangen en om een lampje op te hangen. Maar voor de rest ziet hij er heel top uit. Dan was dit het huis van Eenhoorn 1111, oftewel Charlotte 2016 in de chat. Dus als je dit huis wil downloaden, kan je natuurlijk ook weer naar hashtag Pulspan 2004. En als je denkt, hey, deze bouwstijl, dit vind ik wel leuk. Ik wil meer zien van Eenhoorn 1111. Dit is haar origin ID. Bloempje 387. Dit is mijn Pulspan 2004. Ik hoop dat jullie mooi vinden. Nou, we gaan kijken. Dit is de buitenkant van het huis. Leuk zo, met die lampjes. Even kijken in het donker. Oeh. Je hebt gewoon je eigen shine, je eigen licht als je zeg maar naar de deur loopt. Gaan we even naar dag. We hebben ook weer dat bubbelbad buiten. We hebben stoelen dat je lekker kunt loungen en een barbecue set. Ik zie een zwembad. We hebben plantjes. Niet symmetrisch. Nee, die lampjes zijn niet symmetrisch. Maar ik weet ook niet of dat de bedoeling was. Maar ja, bloempje is er nu niet. Dus we kunnen het niet aan de vraag of het de bedoeling was dat het kriskras staat. Of dat, de bedoeling wel was dat het symmetrisch moest zijn. Dan gaan we door de voordeur. Zo. Ja, het is een mooie deur inderdaad. En dan komen. Oeh, dat is een leuke gezellige gang. Je hele hoekje waar je je jas en je schoenen kwijt kan. Kijk, dan hebben we een boekenkast. En ook de vensterbank weer. We zien die ramen weer terug. We zien het Luxeflex weer terug. En dan hebben we een mooie trap met een deur. Maar we gaan eerst even hier bij deze opening naar binnen. Kijken wat we hier zien. Ik zie het blauw. Vanuit de keuken zien we weer terugkomen. Kijk, ik vind het geinig. Je ziet de vensterbank bij heel veel zie je nu terugkomen. Leuk plekje voor de kinderen om te zitten. We hebben hier een boekenkast waar ze nog kaarsjes bij heeft gezet. En staat hier nou serieus een kommetje met eten? Ze heeft nog een kommetje bij gezet ook. Dat vind ik ook wel geinig. Misschien heeft ze wel eventjes gespeeld. Dat kan ook. Nou, dan hebben we hier een vensterbank met allemaal plantjes en zo. We hebben een bank waar je lekker kunt zitten. En dan een televisie. En dan zal mijn keuken. Ja, mijn keuken is hierachter. Ja, ik zie dat. Kijk, dat blauw is heel goed gekozen. Als je nu de muur ziet hier. En dan het blad van het keukenaanrecht ziet. Heel goed gematcht. Oh, kijk, hier hangt ook nog wat. Leuk. Dan hebben we nog een deur voordat we naar boven gaan. Want voor de rest is beneden niks. Ik denk dat dit dan de wc zal zijn. Ja. Kijk. We hebben hier een wasbak. En ja, we zien de tegels van de. Oh, kijk, de tegels van de keuken. Zowel de vloer als de muur. Dus dat is ook weer heel goed gematcht. Leuk kleedje erbij. Spiegeltje. Nou, weer vensterbank met allemaal plantjes. En daar is de wc. Met een rekje erbij. Het rekje is nog leeg. Dus daar kunnen nog wat spulletjes ingezet worden. En dan gaan we naar boven. We gaan. We gaan naar boven. Oké, je komt boven en heb je hier nog het raam met Luxeflex. Dan hebben we één deur, twee deur en ook weer een leuk hoekje. Kijk, dit kan bijvoorbeeld. Je hoeft niet per se lege ruimtes op te vullen met heel veel spullen. Maar dan hebben we hier zo'n leuk hoekje dat je niet per se spullen hoeft neer te zetten. Maar door al een vensterbankje of zo met plantjes, dan ziet het er niet uit als een lege dode hoek. Nou, we gaan door deze deur. Ik ben benieuwd wat hier zit. Dit is de badkamer. Kijk, een mooie hoekbad. Lekker bij het raam ook. Kan je ook weer naar buiten kijken. Dan hebben we hier een boek. Oh, dat is ook lekker. Kijk, je zit dan in bad en je kan gewoon zo een boekje pakken en lezen. Dat is ook slim bedacht. Tandenborstel heeft ze erbij gezet. En daar nog een zeepompje. En dan hebben we hier weer de wc en weer de wasbak. En ook weer heel mooi met beneden dat er een eenheid is dat het dezelfde zijn. Volgens mij kwamen we net door die deur. Dus dan vermoed ik dat deze deur naar de andere kamer gaat. Dat we dan in de slaapkamer terechtkomen. Oh, even voor de duidelijkheid, hè. Ik heb de binnenkant van de huizen nog niet gezien. Ik ga gewoon via de voordeur naar binnen. Dus dit is echt, hè? Maar dit is dus. Dit is de deur waar we net naar binnen kwamen. Dus dan kom je hier. En dan kom je dus hier in een tweede gang. Dit lijkt wel een dolhof. Het is een heel grappig spelletje zo. Gewoon door een huis heen gaan. Zonder van tevoren van bovenaf te kijken hoe het gebouwd is, zeg maar. Maar we hebben nog twee deuren dus. Nou, gaan we eerst door deze deur. Kijk wat we hier zien. Oh, kijk eens aan. Ja, het is heel fel met mijn bril op. Maar als ik zo kijk is het gewoon simpel. Nou, dan hebben we ook weer een kinderkamer met roze. We hebben de eenhoorn weer. Dubbele lampjes. Kijk, dat is mooi. Dan komt dat nachtwezen, komt je niet. Het monster onder het bed komt dan niet. Ik zie dit ook heel vaak terugkomen. Dus dat vind ik wel geinig. Dit is volgens mij al derde of vierde huis waarbij we dit poppenhuis zien. En dan die leuke sterretjes gordijnen inderdaad. Leuke dubbele gordijnen. Even kijken. Waar gaat die deur nou weer heen? Dit is echt een verrassingshuis, jongen. Nog een kamer. Hè? Maar dan moet je dus door die andere kamer om in deze kamer te komen. Dit is dan voor een jongetje. Dit is echt een verrassingshuis.
Oké, dus dan gaan we weer door de kamer van de zus. Om weer terug te gaan naar de bonusgang. Om dan naar de volgende deur te gaan. Ja, misschien een tweeling. Inderdaad, Ezinet, dat is een goed idee. Dat zou het best kunnen zijn. Het is jammer dat Bloempje er niet is. Dat Iris er niet is. Kun ik niet vragen. En dan hebben we hier de slaapkamer van de ouders, vermoed ik dan. Met een mooi groot bed. Kastje met een lampje erbij. Spiegeltje. Hier is kledingkast met plantjes. Nou, ziet er goed uit. Dus dit is het huis. Even checken hoor, of ik niet een kamer ben vergeten. Kijk, dit is dus een grappige indeling. Dit had ik dus niet verwacht. Ik dacht, nou, hier badkamer, zal hier wel slaapkamer zitten. Zit er gewoon een dubbele gang in. Dit is heel geinig gebouwd. Heel creatief inderdaad, Ananas. Daar was ik zelf zo... Ananas zegt, daar was ik zelf niet op gekomen. Nee, ik dus ook niet. Origin ID, dubbele punt, bloempje... 387. Dan gaan we naar Jill. Dit huis heb ik gemaakt voor de challenge Pulsband 2004. Het begon met een keuken plaatsen en daar rond omheen moest een huis verder gebouwd worden. Dit is een huis geworden voor ouderen die vooral bedoeld is voor het leven in de tuin. Het is een bejaardensoos, maar er staat berjaardensoos. Dat vind ik ook wel geinig. Hij is 85k. En dan zijn we nu bij het laatste huis alweer van deze Pulsband rondleiding. Dit is het huis die is gemaakt door Jill. We hebben hier een hele leuke achtertuin. Ze zijn natuurlijk dat het echt een huisje voor buitenleven. Nou, we zien het al. We hebben hier een geinig moestuinhoekje met een sproeier. Ik zie hier die windgong hangen. We hebben hier die vogelverschrikker geval. Leuk kastje. Een kastje met spulletjes erop. Vogelhuisje. Nou, je kan hier ook lekker zitten. Oh, er is aan deze kant nog meer. Je kan bloemschikken, je kan bijen houden, speelgoed voor de hond, plantjes. Kijk, ook nog een vogelvoederbakje. Oh, volgens mij is het echt lekker gezellig om hier in de lente of zo te gaan zitten chillen. Nou, we gaan op zoek naar de voordeur, want dit is de buitenkant van het huis. En we gaan dus hier, is de voordeur. Ik zet even het grid uit, want het is mooier. Ik zie een kabouter die ons gezellig aan het opwachten is. Ja, als je hier komt, dan word je dus begroet door een kabouter. We hebben de brievenbus. En dan hebben we een klein dekje waar we op gaan. Met ook bloemetjes. En dan gaan we ook weer door deze moderne voordeur. En dan komen we binnen. En dan hebben we dus een mooie een kastje met kussentjes en zo erin. Ik zie al rekeningen liggen. Dus ik weet niet of je zo blij wil zijn als je dit huis downloadt. Heb je meteen rekeningen. Het is snapboard, snap, decoratie. Ja, heel veel die een huisje hebben gemaakt hebben er een diertje bij gedaan. Dat geeft toch meer leven hè, als je daar wat spulletjes voor in huis kan zetten. Nou, dan hebben we hier ook weer dat je spulletjes kunt ophangen. En een paraplubak. Een paraplubak. Nou, kapstok. En we hebben hier twee deuren. Ik weet wat daar zit. Maar we gaan eerst even de andere kant op. Want ook dit is een split level huis. Dus je komt hier, heb je een trap om de woonkamer in te gaan. Maar je kan via de trap ook naar buiten hier. Daarachter is de keuken. Maar als je hier komt, dan kom je dus in deze woonkamer. Met een verhoogd open haard. Met kattenflattoren ernaast. Nou, tv'tje boven de open haard. We hebben een kattenkrabpaal. Dan kan je daar lekker zitten. We hebben een kip. Of een haan. Een haan op tafel. We hebben hier allerlei spulletjes op tafel. Dan hebben we hier achter nog spulletjes. Er komen wel wat plantjes naar binnen, zo te zien. Mooi schilderijtje. Oh kijk, zij heeft ook de versiering voor kerst en zo. Heb ze mooi verstopt achter de bank. En dan heb je nog een kast. En dan gaan we hier. Ja, hier is dus de keuken. Nou ja, die hebben we natuurlijk allemaal gezien. Maar we kunnen wel even één blikje wagen. Dit is dus de keuken die ik heb gebouwd. We gaan nu weer verder met wat Jill heeft gebouwd. Want we hebben dus hier twee kamers. En ik weet wat er achter elke deur zit. Dus we pakken eerst de linker. En dan gaan we naar een hele grote badkamer. En die heeft ook een hele interessante indeling. Want je komt dus hier binnen en dan heb je dus hier gewoon een bad met allemaal spulletjes staan en zo. Dan heb je hier achterin, dit vind ik heel geinig gedaan. Zij heeft dus... Oh, hallo? Oh kijk, ik dacht al, er is wat verdwenen. Er staat daar dus een kast. Ik zoom even in, dan zie je dat er iets kijkt. Dus verschijnt dus nu een kast. Dat is zo'n kast met van die plankjes erin en zo. Maar die kunnen we dus nu blijkbaar in de tapmodus niet zien. Maar er staat daar dus een kast. En dan heb je dus de wasbak en een wc. Maar ik vind het heel geinig gedaan om zo'n hoekje te bouwen waar je dat tegenaan doet. Hier wat plantjes. Dan hebben we hier nog een kastje. Kattenbak. Maar wat het geinige aan deze badkamer is, is dat je dus hierachter hebben we dus de washok. Ze heeft gewoon een muurtje neergezet, waardoor ze de badkamer eigenlijk in twee groepen heeft verdeeld. En dan heb je hier gewoon waar je dus je was kan doen in de badkamer. Met de wasmachines erbij, wasmanden en zo, en je spulletjes. Dat hebben ze heel leuk gedaan. Heel slim gedaan inderdaad, Chantal. Dan heb je nog die andere deur die we net zagen. Die gaat dus naar de slaapkamer. Dan kom je hier binnen. Of je hebt, dat is zeg maar die andere deur die we net zagen. Dit is dus de slaapkamer. Die vind ik zo goed passen bij de keuken. Die hele sfeer met plantjes. Nou, we zien het blauw zien we terugkomen. We zien het hout terugkomen. Dus dat vind ik heel mooi. De ramen zijn niet precies hetzelfde, maar die passen wel. Volgens mij zijn het ook basisspelruimen. Dus het is heel mooi gedaan. Hier, kastje. Ik vind het ook geinig. Oh, kijk. Zij heeft dat ook gedaan. Wat we net ook zagen bij
ik weet niet meer, was dat Bloempjeshuis? Dat je gewoon tv kan kijken vanuit bed. Het is zo jammer dat Sims dat niet echt kunnen. Sims kunnen wel gewoon zitten op bed en dan tv kijken, maar ze kunnen niet zeg maar zo liggen, gewoon zo loungen. Dat had je in The Sims 2 wel. Ja, in The Sims 4, als je oh ja wil doen met een sim, dan moet dat op staande positie, dat ze dan gaan vragen, oh wil je woehoe doen, wil je oh ja doen. Vroeger met The Sims 2, dan moesten allebei de sims loungen op het bed en dan pas kregen die optie. Maar je kon met loungen op het bed, kon je ook een boek lezen bijvoorbeeld. Dat is wel jammer dat dat nu niet meer kan. Maar dat zou echt perfect zijn, dat je sim laat loungen op bed en dan lekker tv kijken. Dus ik vind het heel mooi gedaan. We hebben nog een heel mooi schilderij hier. Maar dit is dus het huis van Jill. Het lijkt alsof er een bovenverdieping is, maar dit is schijn. Jill's origin ID is Jill D433 Twitch. Hey, dit huis van Jill, die bouwstijl vond ik leuk. Dan kan je dus ook haar origin ID daar vinden. Maar we hebben dus 6 inzendingen allemaal bekeken. Dit was mijn allereerste Pulspan challenge. Ik vond het nu tof om te zien dat er gewoon al 6 inzendingen zijn. We hebben Bloempje 387, we hebben Violetje 1981, we hebben Jill D433 Twitch, we hebben Asianet Twitch, we hebben Annette 1992 en Eenhoorn 1111. Dat zijn de inzendingen die we dus deze keer hadden. Tot een volgende keer. Doeg!